gaan Emiel vandaag interviewen over de nieuwjaarsreceptie. Wat kan je vertellen over de nieuwjaarsreceptie, Emiel? 4 januari is de nieuwjaarsreceptie. Het programma ziet er ongeveer uit. We beginnen om 7:30 begint de normale receptie. Mm-hmm. Daar worden een aantal mensen worden daar gehuldigd. En vanaf 8:30 begint de feestavond die door ons georganiseerd wordt. Oké, leuk. Het thema is het WK in Brazilië. Hoe ga je het aankleden? Nou, als je aan Brazilië denkt, dan denk je of aan mooie vrouwen. Echt, maar de sfeer, zoals Brazilië is, feest, dus de muziek, noem het maar op. Dat gaan wij echt laten horen. Okay. Ja. Een klein tipje van de sluier wat de aankleding betreft. We gaan een drumband laten komen. Echt originele Braziliaanse drumband. Nou, dan komt de sfeer er waarschijnlijk goed in. Komt de sfeer er gelijk in, ja. Hoe is de organisatie precies ontstaan? Elk jaar organiseert een ander team de nieuwjaarsreceptie. Ik hoorde al van het zaterdag dat het zaterdagteam erg goed is met de nieuwjaarsreceptie. Hoe gaan jullie het afgelopen jaar wat jullie hebben georganiseerd overtreffen? Nou, wij zijn gewend om te knallen. Wij willen koste wat kost zorgen dat de kantine helemaal vol is. Het is een feest niet alleen voor al onze leden, maar ook voor de drillenaren. Het is een feest wat we gezamenlijk willen vieren. We willen het nieuwjaar inluiden. Het liefst met alle inwoners van Wil. Dat kunnen ze waarschijnlijk niet allemaal kwijt, maar we willen wel proberen om hier de tent vol te krijgen. En dat doen we door het programma zo goed en mogelijk aan te kleden. Dat begint al buiten. Je zult zien dat buiten het heel spectaculair wordt. Ja. Oké, nou superleuk. Ik hoorde al iets over een special guest. Kan je daar nog een hint over geven? Of een tip? Ja, één tip. Het is een wereldberoemde man. Meer wil ik niet van vertellen. Dat belooft heel wat. En ik heb nog een laatste vraag. Waarom moet iedereen naar deze nieuwjaarsreceptie komen? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat iedereen die sportvereniging Driel een warm hart toedraagt hier moet zijn. En ik zei straks al, we vinden het gewoon belangrijk om de nieuwjaarsreceptie te delen met iedereen en iedereen een hartstikke club die mensen. Het is een sportief gebeuren ieder jaar hier en ik denk dat het belangrijk is dat we zoveel mogelijk, niet alleen onze leden, maar de drillenaren ook erbij betrekken. Nou, je hoort het al mensen. Het is dus belangrijk dat je allemaal komt, dus we zien je dan. Doeg!